gaan we naartoe, mama? We gaan Boris Beer ophalen. Hoera! Boris maakt me altijd aan het lachen. Maar we gaan de verkeerde kant op. Het huis van Boris is die kant op. Maar vandaag gaan we Boris ophalen uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Ja, die arme Boris viel vanmorgen uit een appelboom en heeft zijn arm gebroken. Is Boris gebroken? Oh nee! Kom maar, Nijntje. Laten we gaan kijken op welke kamer Boris ligt. Nijntje, ga je niet op bezoek bij Boris? Jawel, maar... ik denk niet dat ik de goede jurk aan heb. Maar je ziet er prima uit, Nijntje. Je hoeft geen nette kleren aan als je op ziekenbezoek gaat. Echt niet? Nee, dus je kunt nu naar binnen gaan. Goed. Prima. Nijntje, is er misschien een andere reden waarom je het ziekenhuis niet in wilt gaan? Ja, ik vind Boris zo leuk. Maar ik wil niet zien dat hij gebroken is. Oh, Nijntje. Kom je niet binnen, Nijntje? Jawel, maar ik heb geloof ik buikpijn. Oh ja? Misschien moet je dan ook even naar de dokter, Nijntje. Ah, daar komt er net een aan. Hallo. Hallo, dokter. Wij komen op bezoek bij Boris Beer. Oh ja, Boris. Ik ging net naar hem toe. Deze kant op. Nijntje vindt ziekenhuizen maar niks. Dat is ook jammer. Want ik heb dringend een assistent nodig om me te helpen bij een paar belangrijke taken. Oh, ja, dat wil ik. Alsjeblieft. Ik wil graag helpen. Oh, Nijntje. Hallo, Boris. Kijk eens wie er mee is. Hallo, Nijntje. Je komt me opzoeken. Boris! Je ziet er niet gebroken uit. Gelukkig maar. Doet je arm veel pijn? Wel toen ik uit de boom viel. Maar wij maken hem weer beter. Waar ga je heen, Nijntje? Wat zoek je? Waar is het gebroken stukje? Het gebroken stuk zit ingepakt in dit harde gips. Dat beschermt het gebroken bot. Oh, dat had je om moeten doen voordat je in die boom klom, Boris. Jij bent veel slimmer dan ik, Nijntje. Ons belangrijkste werk is dat onze patiënten goed verzorgd worden. Wil jij me helpen? Natuurlijk, ik help graag. Oh, dank je, Nijntje. Wil je een druif? Ja, graag. Kijk, Boris, we hebben een klustijdschrift voor je meegenomen om te lezen. Oh, bedankt. Daar ben ik dol op. En nog meer druiven. Oh, Nijntje, jij kan Boris helpen met het omslaan van de bladzijde. Ik help hem al met al de druiven. Je bent een uitstekende helper, Nijntje. Weet ik. Het is ook belangrijk werk. Dokter Nijntje, wil je me nu helpen om te kijken of Boris alweer naar huis mag? Dokter Nijntje staat klaar. Dokter Nijntje staat al klaar. Heb je koorts? Vertel het maar. Iets gebroken? Heb je pijn? Ik maak je beter, dat is fijn. Ben je ziek? Ik hoor het graag. Dokter Nijntje komt vandaag. Ben je ziek? Ik hoor het graag. Dokter Nijntje heeft dienst vandaag. Goed nieuws, Boris. Je hoeft niet meer in het ziekenhuis te blijven. Oh, fijn. Dank u, dokter. Sorry, dokters. Geef niks, hoor. Rust goed uit en probeer die arm niet te stoten de komende tijd. Dat zal ik proberen, maar ik ben nogal onhandig. Tot ziens. De volgende keer dat je in de appelboom klimt, moet je voorzichtiger zijn. Dat wilde ik net gaan zeggen. Kijk, Barbara. Boris is weer heel. Ik heb geholpen met heel maken. Gaat het al wat beter, Boris? Veel beter. Dankzij al mijn bezoek en de dokters natuurlijk.
Vooral dokter Nijntje. Hier word je vast ook vrolijk van. Een heerlijke grote tros druiven. Nog meer druiven. Fruit is heel goed voor je. Oh, zo is dat, dokter Nijntje. 1 appel per dag zorgt dat ik lach. Ja, behalve als je uit een appelboom valt. Kom, we gaan je naar huis brengen. Oh, moet dat echt? Ik vind ziekenhuizen leuk. Misschien kunnen we nog een keer terugkomen als jij een echte dokter bent. Oh, dokter Nijntje, hoe gaat het met u? Zouden ze het erg vinden als ik die rolstoel gebruik? Je hebt geen rolstoel nodig met een gebroken arm, Boris. Het is niet voor mij, maar voor alle druiven. Oh, Boris. Oh. Ik ga wel, mama. Goedemorgen, meneer de postbode. Goedemorgen, Nijntje. Ik heb een aanzichtkaart voor jou. Voor mij? Dank u. Mama, mama. Kijk, de postbode heeft de kaart bezorgd. Wat spannend. Laten we kijken naar het plaatje en raden van wie die is. Die berg ziet er hoog uit, met veel sneeuw. Nu weten we nog niks. Wat staat er op de achterkant? Oh, hij is van oom Vliegenier. Oom Vliegenier? Hij is daar vast een keer naartoe gevlogen. Nee. Lieve Nijntje, ik ben naar veel landen op ontdekkingsreis geweest. En ik heb onderweg al heel veel gezien. Maar deze berg was de grootste en de koudste. Brrr. Veel liefs, oom Vliegenier. Wat aardig dat oom Vliegenier een kaart heeft gestuurd. Waarom stuur je er niet eentje terug? Dan kan je hem vertellen over al jouw spannende avonturen. Maar ik beleef helemaal geen spannende avonturen. Niet zoals oom Vliegenier. Jawel hoor. Ik help wel met schrijven als je dat wilt. Oh, ja graag. Maar ik heb geen aanzichtkaart. Alsjeblieft. Oeh. Koop maar een mooie in de winkel van Barbara. Dan kunnen we hem samen schrijven. Bedankt, mama. Tot straks, Nijntje. Waar ga je naartoe, Nijntje? Ik ga naar de winkel van Barbara om een aanzichtkaart te kopen voor oom Vliegenier. Wat een goed idee. Wat ga je erop schrijven? Dat weet ik niet. Oom Vliegenier kan altijd over spannende dingen schrijven. Maar ik niet. Nou, ik weet zeker dat je iets zult bedenken. Ik hoop het. Ik ben al bijna bij de winkel. Hallo, Barbara. Nijntje, wat kan ik vandaag voor je doen? Ik wil graag een spannende aanzichtkaart kopen. Een spannende aanzichtkaart? Goed, laten we maar eens gaan kijken. Hier staan ze. Oh, nee. Wat is er, Barbara? Hier horen de aanzichtkaarten te staan, maar ze zijn op. Oh, nee. Het geeft niet. Ik denk dat ik erachter nog een paar heb liggen. Pas jij even op de winkel als ik ga kijken? Ik? Op de hele winkel passen? Het zal niet lang duren. Het lukt je vast wel. Ik zal mijn best doen. Dat weet ik. Ik zie je zo, Nijntje. Ja. Welkom in Nijntjes winkel. Kan ik u helpen? Hallo, Nina. Nijntje. Hallo, Knorretje. Welkom in mijn winkel. Wat doe je achter de toonbank? Ik pas op de winkel voor Barbara. Wat kan ik vandaag voor jullie doen? Ik wil graag 2 wortels, alsjeblieft. Deze kant op. Yummy. 2 wortels. Dat is dan 2 muntjes, alsjeblieft. Bedankt, Barbara. Oh, ik bedoel Nijntje. En wat wil jij hebben, Knorretje? Ik wil graag 1 van deze, alsjeblieft. Oké. Oh, die is erg plakkerig.
Lekker, dank je. Kom gauw eens terug in Nijntjes winkel. Dag, Nijntje. Sorry dat het zo lang duurde, Nijntje. Ze lagen helemaal achterin. We hadden klanten. Oh ja? En heb jij ze helemaal alleen geholpen? Goed gedaan, Nijntje. Laten we nu een spannende aanzichtkaart voor je uitzoeken. Deze. Nijntjes winkel. Oh, ik bedoel jouw winkel. Je hebt zo goed op mijn winkel gepast dat je de kaart voor niks mag hebben. Oh, dank je, Barbara. Dag. Dag, Nijntje. Kijk, mama. Ik heb een aanzichtkaart. Het is een foto van de winkel van Barbara. Goed zo. En heb je ondertussen bedacht wat je erop wilt schrijven? Nee, ik had het zo druk, ik ben het vergeten. Druk? Hoezo? Wat heb je dan gedaan? Nou, ik ging naar de winkel, maar Barbara had geen aanzichtkaarten meer. Dus ging ze die zoeken. En toen moest ik op de hele winkel passen. Helemaal alleen. En ik heb dingen verkocht aan Nina en Knorretje. En er bleef een gebakje aan mij vastplakken. Kijk zo. En toen kreeg ik van Barbara de aanzichtkaart voor niks. Om me te bedanken. Oh, rustig aan. Ik hou het niet bij. En kijk, de aanzichtkaart is al vol. Ik had dus toch een heleboel spannende dingen om over te schrijven. Oh, ik heb nog meer aanzichtkaarten nodig. Dan kunnen we ook eens sturen naar oma en opa en tante Trijn. Nijntje, als ik die allemaal schrijf, valt mijn arm eraf. Nijntje? Dit is mijn knuffel, Aapje. Kijk, hij kan ronddraaien. Zie je wel? Woehoe. Oh. Leuk hoor, Nina. Dank je. Knorretje, nu mag jij je speelgoed laten zien. Oh, fijn. Dit is Kwakie de eend. Ze doet kwaak. Oh, mijn krokodil doet hap. Wil je dat laten zien, Daan? Oh. Kijk. Hij is mooi, hè? Wat een prachtige krokodil, Daan. En ook een mooie kwaakeend, Knorretje. We hebben tijd voor nog één knuffel. Wat heb jij meegebracht, Nijntje? Mijn beer natuurlijk. Hij houdt van dansen. En springen. En van knuffelen. Oh, ik kan wel zien dat jij heel veel van je beer houdt, Nijntje. Goed, deze speelgoeddag op school is nu afgelopen. Tijd om naar huis te gaan. Stop je speelgoed maar weg en ga dan maar je jas pakken. De tas van Daan mee naar huis genomen. En dan heeft Daan de jouwe. Geef niet, jullie kunnen morgen weer ruilen. Morgen? Maar dan ga ik mijn beer missen. En Daan zal zijn krokodil missen. Dat is waar. Ik zal op de krokodil van Daan passen en dan mag hij op mijn beer passen. Zo mag ik het horen. Ik vraag me wel af hoe je voor een krokodil moet zorgen. Je moet hem knuffelen. Oeh! Hij prikt een beetje. Misschien houden krokodillen niet van knuffelen. Maar waar zouden ze wel van houden? Dat gaan we uitzoeken, krokodil. Wat ben je aan het doen, Nijntje? Ik ga een stukje wandelen met krokodil. Maar hij past er niet in. Ik geloof niet dat krokodillen wandelen in een wandelwagen, Nijntje. Huh? Oh! Krokodil hoeft niet in de wandelwagen. Hij heeft zijn eigen wielen.
Zo, klaar, krokodil? Hop, kom maar. Hop, hop, hop. Kijk, krokodil, dit is de bank. Die zit heel lekker. Hop, hop, hop. En dit is tante Trein. Ze heeft een mooie jurk aan. Vind je ook niet? Hop, hop, hop. Oh, hallo, Nijntje. Wie is dit? Dit is krokodil. Ik pas op hem voor Daan. Leuk om je te ontmoeten, krokodil. Ik heb net even met hem gewandeld. En nu heeft zij heel veel honger. Zo, dan is het maar goed dat het etenstijd is. Mmm. Hou je niet van wortels, krokodil? Misschien houdt hij wel van erwten. Oh! Nee, hij houdt ook niet van erwten. Hé, hey, hij houdt toch wel van erwten? Inderdaad. Zo, dat is een mooie deken. Sst, krokodil slaapt. Oh ja, hij heeft een drukke dag gehad. Je hebt erg goed voor hem gezorgd. Mwah. Slaap lekker, Nijntje. Dag, mama. Slaap lekker, krokodil. En slaap lekker, beer, in het huis vandaan. Oh, waar blijft ze nou? Daan! Hoi, Nijntje. Kijk eens. Krokodil! Jij had hem! Ik heb goed voor hem gezorgd. We hebben een wandeling gemaakt en ik heb hem erwten gegeven. Dank je, Nijntje. Hij houdt niet van wortels, maar wel van erwten. Echt waar? Dat wist ik niet. Mag ik beer nu terug hebben? Ik heb je beer niet. Dat is mijn beer niet. Nee, het is de kwaakeend van Knorretje. Maar waar is mijn beer dan? Nijntje, Daan! Kwakie! Hallo, Kwakie de eend. Maar waar is mijn beer? Hier natuurlijk. Oh, beer! Ik heb je zo gemist. Ik heb heel goed voor hem gezorgd, hoor. Dankjewel, Knorretje. Dat is lief van je. Geen probleem. Ik vond het leuk om op beer te passen, maar ik houd meest van Kwakie in. Hij houdt ook van jou. Kom mee! Kom mee, krokodil. Kom mee, Nina. Hop, hop, hop. Ik dacht dat het gisteren speelgoeddag was.